allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, we zijn in de Benisse en ja, jullie weten het, het is een hele oude plek van mij waar ik altijd mijn vlogjes maak, lekker tussen de bossen. En ik reed van de week hier langs en wat zag ik tot mijn stomme verbazing? Het hele parkeerplaats is helemaal weg. De hele parkeerplaats is gewoon helemaal verdwenen. Hij is afgesloten van 1-8 tot 30-8. Het paperboard staat er nog wel, maar het parkeerterrein is afgesloten. En dan zie ik hier ook een ding staan vanaf de eerste week van augustus tot voert Stadsbosbeheer uit in het bos, boswerkzaamheden. Populieren worden verwijderd voordat er gevaarlijke situaties ontstaan door bijvoorbeeld afbrekende takken. Daarnaast wordt er op plekken bomen weggehaald en om andere bomen meer ruimte te geven, dat doen we om de bosstructuur te verbeteren. Voor de veiligheid van het bosgebied van de Schubbenbeurs tijdens de werkzaamheden afgesloten voor recreatie. Dus het is helemaal afgesloten gewoon. De werkzaamheden duren vanaf de eerste week van augustus tot begin uit september. Paden die tijdens de werkzaamheden worden beschadigd, worden zo snel mogelijk weer hersteld. Nou, meer informatie kan je naar recreatieschapvoorneputten.nl/nieuws/default.aspx. Dus ja, dan ga ik nog wel eens even kijken wat dat precies is. Maar het hele parkeerterrein is dus afgesloten en het schijnt dus ook zo te wezen dat het bos dus helemaal dicht is. Dus ja, geen vloggies in dit bos. Ja, nou ja, kan gebeuren natuurlijk. Werkzaamheden zijn natuurlijk ook altijd nodig. Dus ja, het is helemaal zo. Er staat ook een camera staat er. Nou ja, ik kom niet op het terrein, dus volgens mij mag ik hier gewoon staan en eventjes mijn vlogje opnemen. Dat is volgens mij niet echt een probleem. Volgens mij, ja, de parkeerplaats is weg, jongens. Ja, en ik snap dan niet waarom ze dit terrein allemaal zo hebben groot gemaakt. Ja, misschien voor een kraan of weet ik veel wat of zoveel onzin. Dus ja, dat hebben ze weggehaald. Dus ik zat ook te denken, misschien wordt de parkeerplaats nou wel groter. Want het was natuurlijk maar een heel klein parkeerplaatsje was het maar. Maar ja, hier zette ik dus altijd mijn auto neer. En dan liep ik de bosjes in. En dan maakte ik weer een hele leuke vlog. Maakte ik altijd, nou ja, momenteel dus eventjes niet een maandje. Een maandje dus zijn ze dus met werkzaamheden bezig. Ja, ik kan dit nog 6 keer blijven filmen, maar dat schiet niet op. In ieder geval, we kunnen er niet op. Dus ja, geen vlogs vanaf hier. Maar ik wou het toch nog even filmen. Want ik had zoiets van, goh, hier ben ik echt zo vaak ben ik hier geweest. Zo vaak mijn auto neergezet. Om even een vlog op te nemen. Lekker in de Benisse. Lekker tussen de bossen. Lekker wandelen. En ja, nu is het dus dicht. Ja. Ik ga zo nog even verder denk ik even die kant op rijden. En dan gaan we even verder kijken of dat er nog verder wat te beleven is. Ja, wat ik kan filmen. We gaan even kijken. Nou, ik ben een stukje verderop gereden en ik word verwelkomd door de schaapjes. Kijk, ze komen. Ze lopen allemaal naar me toe. Wat is die jongen? Nee, je ziet het weer verkeerd. Ger is niet in deze vlog. Nee, je moet het alleen met mij doen. Nee, Ger is er niet vandaag. Jongen, jongen, loopt de hele tijd naar Ger te roepen. Hallo, dit is It's Zultrex hoor, het is niet Ger hoor. Nou, ja, dat dus in dit geval. Ik ben een klein stukje verder opgereden. Terwijl die schapen blijven roepen naar me, maar ik heb er scheid aan. We gaan verder. En dan zie ik hier ook hetzelfde wat we er net zagen. Ja, ze hebben wel hier de hekken weggehaald, dus dat verbaast me wel. Eigenlijk hadden ze dit dan ook al moeten sluiten. Ik weet niet of dat moedwillig gedaan is of dat iemand dat heeft omlopen gooien. Maar goed,
Belden bij de uitvoerder, verboden toegang voor onbevoegden. Nou ja, je kan in ieder geval aan deze kant kan je dus wel het bos in. Maar dat lijkt me niet verstandig, want als dat afgesloten is, ja, dan kan je hier ook niet inkomen. Maar goed, dit is in ieder geval het bos. Is dit in ieder geval. Ja, ik kan niet te ver weglopen, want mijn auto die staat onbeheerd geparkeerd. Met de sleutels er nog in, dus dat is niet handig. Dus maar goed, in ieder geval, ja, je kan hier wel wandelen. Dus we gaan er even zo even nog even een stukje verder kijken. Daar heb je, verderop heb je een soort gemaaltje. Daar wil ik ook nog even heel even gaan kijken. Want ja, misschien is daar wat meer te zien. In ieder geval. Maar hier kan je dus geen kant op. Nou, mijn auto staat daar zo. Onbeheerd geparkeerd. Dus ik ga hem even neerleggen. Gaan we even verder kijken. Terwijl die schapen echt irritant zijn. Nee, Ger is er niet. Die schapen die denken elke keer dat Ger in die vlog zit. Maar Ger die is er niet. Misschien binnenkort weer. Nou ja, binnenkort heel snel als het goed is. Ja, ik weet het. Ik weet dat jullie graag allemaal fan van Ger zijn ze allemaal. En dan gaan we even verder kijken. Verderop even kijken. Dat is ongeveer daar zo. Dus het is niet heel erg ver rijden. Nou, een stukje verder gereden. En hier heb je een soort watergemaaltje. En dit fietspad is dus binnenkort ook dicht. Van 5-8 tot 30-8. Dus ja, ze zijn dus echt volop bezig met werkzaamheden hier aan de Benisse. Nou, gaan we heel even verder kijken. Want volgens mij, verderop, echt, ik loop er echt heel erg. Ik zak elke keer door mijn schoen heen. Door mijn voet heen. Dat is niet goed. Maar goed, we gaan even verder kijken. Want als het goed is, dit fietspad kan je wel gewoon inlopen. En dat is gek. Want dat fietspad dat eindigt zeg maar in het bos. Dan ben ik benieuwd of dat bos daar ook afgesloten is. Maar goed, in ieder geval, ja. Dit fietspad, daar kan je dus gewoon nog doorheen lopen. Ja. Hier kan je dus nog gewoon doorheen lopen. Onaangetast. En als je hier dus zeg maar rechtdoor loopt. Terwijl er haast de fietser, twee fietsers als op weg gereden worden. Door een automobilist. Nou, hier kan je dus rechtdoor lopen. En dan kom je dadelijk op een gegeven moment kan je weer links lopen. Maar goed, ik heb misschien geen zin om dat hele stuk te lopen, want ik ben, ik heb eigenlijk nog wel andere dingen te doen vandaag. Ik heb het een beetje druk weer vandaag. En je kinderen, als het goed is, kan je hier dus toch het park in. Die andere weg die was ook al afgesloten, dus ja, het is allemaal een beetje raar aangelegd, vind ik. Ik vind het allemaal een beetje raar allemaal. In ieder geval, dit was de vlog vanuit de Benisse. Ik wou het toch nog even op film zetten. Dat ze dus volop bezig zijn met werkzaamheden. Ik kan nog even een klein stukje rechtdoor lopen. En dan kan ik nog eventjes dat stukje even filmen. Even kijken hoor. Oh, daar gaat de tas. De tas valt. Nou, hier heb je dus het gemaal. Heb je hier ook het gemaal. En dan heb je hier dus, ziet er mooi uit. Het is ook wel een mooie omgeving hier hoor. Gaan we ook nog wel eens een keertje. Ja, volgens mij kun je dit niet echt wandelen. Het is gewoon alleen een fietspad, meer niet. Ja, je zou die kant op kunnen lopen. Dat zou wel kunnen. Maar voor de rest, ja, kan je hier niet echt. Daar heb je ook de koeien. Dus ja, daar heb je niet echt veel te dingen te vinden. Verboden te vissen in ieder geval. Maar hier is dus het gemaaltje. Tussen Simonshaven en Zuidland. Dus. Ja, vond ik wel even leuk. Dat heb ik voor mij nog een keer gefilmd. Dus het was wel even leuk om dit even te filmen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was in ieder geval de vlog voor vandaag. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Abonneer dus. Like deze video en alle andere video's met een dikke duim omhoog. En ik spreek jullie allemaal weer bij de volgende vlog. Hier op mijn kanaal. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Hoi.